mensen, welkom bij een nieuwe video. Hieldka Korps, ja, vandaag spelen we Clash Royale. Laat alvast een like achter. We gaan nu iets geks doen. We gaan nu voor 3000 likes. En waarom? Omdat we nu echt weer eens een hele grote chest opening hebben. Ik heb er heel veel zin in. Laat die like dus achter. En we gaan lekker beginnen. Het is ook nog op een account van iemand die erg hoog zit. It's your boy Erik. Zit ook in het Dutch Corps e-sport team. Zit in mijn clan Dutch Corps. En we gaan heel veel chests openmaken. Want eerst hebben we al deze chesten. Daarna hebben we nog een 12 Grand Challenge chest. En we mogen nog van hem deze special offer kopen met 20 epics. Dus dat is echt best wel een hele grote chest opening. Ik heb er heel veel zin in. Ik hoop jullie ook. En even kijken. We beginnen natuurlijk gewoon met de twee chests hierbovenin. Die zijn natuurlijk duidelijk het slechtst. Nou, we gaan even vergeten. Oh, wacht. Ik moet nog even kijken welke hij heel graag wil. Wacht, doe me hierna. Gobbies. Drie muskies. Ik had al een beetje gekeken. Hij zit best hoog en ik ga natuurlijk potjes spelen. Dus ik wou hem... Ik zat al van tevoren een beetje kijken welk deck ga ik spelen. Ik ga dit deck online spelen. Hopelijk gaat het goed werken. Maar wat wilde u dus graag hebben, denk ik? Ik denk niet een Lavout als Epic, aangezien die al level 3 heeft. Wel, denk ik dat hij heel graag een Graveyard wil hebben. Want die heeft er nog maar level 1. En dat is een van de beste Epics, even Legendaries, vind ik. Dan misschien een Bandit, maar die kan je volgens mij dan niet krijgen in chesten. Dan qua epics, Golems altijd goed, Bowlers altijd goed. Maar hij heeft net zoals ik bijna al zijn epics level 5. En dan is het altijd wat lastiger welke epics je graag wil hebben. Maar ja, ik denk gewoon de Bowler is goed, de Golem is goed, de Bowler is goed. Pekka misschien wel, Executioner, gewoon eigenlijk alles wel goed. Hij heeft hele hoge levels, net een beetje hetzelfde als ik. Een beetje heel erg vergelijkbaar met mijn levels. Alleen zijn Legendaries zijn wat hoger. Voor de rest... Comments, alleen mijn rares zijn denk ik wat hoger. Dus het is heel dichtbij qua levels. Maar qua rares, ik weet niet precies wat hij allemaal zou willen hebben. Hogwarts heeft hij wel level 9. Ja, ik weet niet. Misschien een vuurbal, wat vuurballen. Oh, Furnace heeft hij ook level 9. En de comments, hij kan ook bijna al zijn comments naar level... Ik denk trouwens al zijn comments naar level 12. Hij heeft lekker hoge levels, net als ik, dus dat is leuk. Dus eigenlijk een beetje, het voelt net alsof ik gewoon op mijn eigen account de chest aan het openmaken ben. Dat gewoon de levels ongeveer hetzelfde zijn. En onze cups ook, we zitten heel dicht bij elkaar in cups. Wij gaan gewoon lekker beginnen, ik heb veel te veel gepraat. En hopelijk dus een graveyardje, want dat is wel echt een hele chille legendary. En als hij die level 2 kan krijgen, zou dat heel chill zijn. Maar Infernatoren en Goblin Gang. Oké, top. Dan gaan we nu de crown chest doen. Wat zou je hierin zetten? Is dat gold? Wat jammies? Top. Hey, twee Hogwarders, dat is altijd fijn natuurlijk. Het duurt trouwens wel heel lang om een comma naar level 10 te krijgen. Dan moet je gewoon 800 rares hebben, dat is zoveel joh. Daar ben je zo lang mee bezig. Tombstone, is dit een epic in? Nee, helaas niet. Een Tesla, prima, prima, prima. Kan je dat trouwens? Kan je crown chesten? Nee, die kan je niet dubbel stacken voor mij. In ieder geval, wat gaan we nu eerst doen? Dit is even een belangrijke beslissing. Gaan we eerst een magical chest doen? Of gaan we eerst een epic chest doen? Weet je wat, we gaan magical doen... Epic, magical, epic. Dat wordt de volgorde. We beginnen dan met de magical chest. Wat zou je in zitten? Ik hoop een legendary. Het is mogelijk. Het is mogelijk om een legendary te krijgen in een magical chest. Ik heb het een keer gedaan. Dus heel misschien kunnen we dat nu weer doen. We hebben twee keer een kans. Eerst is arrows. Volgens mij kan je geen legendary trouwens krijgen in een epic chest. Dat weet ik niet zeker. Nee, ik denk het trouwens niet. Nee, het zijn gewoon 20 epics altijd standaard. Voor mij kan je daar geen legendary in krijgen. In ieder geval bomber. Goblin Gang. Wizard. Arches, oké, dan moeten we heel veel epics krijgen en dan hebben we een kans. Nee, 18 rares, dan krijgen we 3 of 4 epics. 4 epics, poison, top. Prima chest, wel, ja. Op zich, ja, Elixir Collector, het is wel redelijk chill. Nee, het is een prima chest. En poison is geen hele slechte epic. Gaan we nu door naar een epic chest en we gaan gewoon eerst kopen. We gaan hem gewoon eerst kopen hier in de shop. 10k goud voor 20 epics, een best prima dealtje. 2 ballonnetjes. 4 boden, yes, we hebben in ieder geval die boden gekregen. Ik hoop nog op golem. 5x, maar oké, dit is de epic waar we het meest van krijgen. Ongeveer 10 als ik het goed heb berekend. Of 9. Oh, 9 rage. Nee, geen rage. Oh, ik haat rage zo. Ik snap echt niet. Niemand gebruikt die zo wat. Vroeger toen, misschien een maandje geleden toen e-barbs OP waren. Dus gebruikten mensen wel e-barb rage als combo online. Maar eigenlijk is het gewoon helemaal niet zo'n goede kaart. We gaan door met de magical chest. Let's go. En wat zit erin? We beginnen natuurlijk met gold. Hij heeft ook best wel lekker wat gold. 60k. Zij kan redelijk wat dingen gaan uppen straks. Straks ook zeker nog na die 12 winch chest en die super magical chest. Maar Goblin Gang. Speergobbies, oké. Okay. Weer heel veel gobbies. Drie keer op rij gobbies. Speergobbies. Normale gobbies en Goblin Gang. Nu Goblin Barrel. Nee, helaas niet. Kanonnetjes. Icebird. Nee, hier zit helaas ook geen legendary in. Want we moeten natuurlijk nog rares krijgen. En epic. Eerste rares, 15 wizards. En daarna de epic, 4 prinsjes.
minder goede chest. Die vorige was beter in, naar mijn mening. Maar we hebben nog, gelukkig hebben we nog heel veel chesten te gaan. We hebben nog een epic chest, een 12 winst en een super medical chest. Ik denk dat we gewoon beginnen met de epic chest. Dat is van deze drie chesten het minst goede. We beginnen gelijk met drie mirrors. Oh, die heeft al bijna level 6. Ik vind mirror, ja, ik heb het gespeeld. Ik heb hem ook level 5 nu, omdat ik hem een keer geüpt heb. Omdat ik toen Goblin Barrel Furnace... Executioner, Minion Horde en dan gewoon een mirror, weet je wel, zo'n Z-bait met mirror. Werkte toen redelijk goed, alleen nu werkt het niet zo goed meer. Omdat nu gewoon, gewoon veel te veel splashes en gewoon, ja, weet niet, het werkt gewoon nu wat minder goed, die bait. Wat het wel heel goed in werkt, is in de Grand Challenge kan je heel goed nog Z-bait gaan gebruiken met Goblin Gang en al die nieuwe dingen. Maar in online zie ik bijna niemand het meer gebruiken. Maar we gaan door, drie mirrors. Drie poisons, oké, dus hebben we nog 14 epics te gaan. Waarvan 4 ballon. En dan hebben we nu 10 epics van eentje. Welke zou het zijn? Ik hoop op Golem of Boulder. Golem of Golem. Dat is best wel heel erg chill. Dat is best wel heel erg chill. 10 golems. 20 uit 50. We moeten nog 30 en dan kan hij maar level 6. Dit is echt een hele geslaagde epic chest als je het naar mij vraagt. Alleen die mirror is wat minder, maar ook niet vreselijk. Dus het is echt een hele goede epic chest. Gaan we door naar de 12 winst chest. Ik ben heel benieuwd. In ieder geval, het is eigenlijk altijd, vind ik, dat gewoon het chillste van die hele 12 winst chest. Die 22.000 gold. Dat is gewoon zo fijn. Tik lekker aan. Maar 22.000 gold dus. 7 wizards. Een furnace. Oeh, we beginnen al gelijk met epics. Dat is een goed take altijd. 1 skeleton army. Heel wat minion hordes, oké. En heel wat goblin gangs. Ik vind het... Oeh, weer twee... Dit is goed dat we nu al beginnen met die epics. Want dat belooft wat goeds voor een legendary. Dat kan natuurlijk, hè. Er kan gewoon een legendary in zitten. Heel wat icebirds. Ik ga het nu goed in de gaten houden. Heel wat zebbies. Zebbies, altijd goed. Elixir collector. Oei, oei, nu even de epics komen. 4 babydraakjes. Voor mij hebben we nu alle epics gehad. Ik denk bijna zeker dat die hier gaat een legendary in zitten. Oh, nog oeh. Nee, nu twijfel ik weer. Oké. Ja, hier moet... Rares, denk ik. Nee, voor mij geen legendary. Voor mij krijgen we nu rares. Ja, Valkyrie, jammer, ik had heel veel hoop, omdat we al begonnen met die epics, dan kwamen, 387 skellies is wel redelijk chill, is gewoon wel redelijk chill, alleen ik gebruik ze niet, aangezien het heel veel goud kost bij mij om te uppen, omdat ik zomaar level 9 heb, Valkyrie wel wat minder, maar wel, de epics zijn wel gewoon chill, 4 golems, 4 baby draakjes, redelijke chest, niet super, maar wat ik altijd gewoon het fijnst vind aan deze chesten is die 22.000 gold. Ik heb altijd te weinig gold, er zijn altijd wat dingen die ik wil uppen, maar die ik gewoon niet kan uppen nu, omdat ik gewoon geen gold heb. En nu gaan we naar de echte chest, de echte baas. Hier kan, dit is de chest waar we het grootste kans hebben op een legendary, de super magical chest. Wel heel wat minder goud dan die 12 wins, 4k maar. We gaan door. Weer die Goblin Gang. Voor mij zat hij echt letterlijk in bijna elke chest. Nou ja, Goblin Gangetje dan maar. Elite Barbs. Oké. Nog maar 5 zijn heel veel minder dan die 12 Winst chest. Heel veel minder kaarten, zeg maar, in stukjes. Dus ongeveer 7 keer kan ik tikken, zeg maar. Terwijl bij die 12 Winst chest iets van 13 keer was. In ieder geval Tombstone. Nou, ik denk geen Legendary. We krijgen te weinig kaarten van één ding. Nou, we gaan het zien. Nee, geen Legendary. Ik had zo graag een legendary gewild. We krijgen nu nog rares en epics. Nou, hoop op een hele chille epic dan maar. Eerst de rares. Goblin. Oké, dit is een prima rare. Dit had veel erger gekund. En nu de epics. Nou, als we nu golem krijgen, mag ik totaal niet klagen. Als we nu clone krijgen. We gaan het zien. 3, 2, 1. Ja, nee, op zich. Skell Army is een hele goede epic. Eigenlijk. Je moet gewoon... Het is een goede epic. Het is een van de betere epics op dit moment. Alhoewel ik niet tevreden ben met deze chest. Ik had heel graag een legendary gewild. Helaas dus niet. Ja, maar we hebben toch een redelijke chest opening. We gaan nu pushen. Het is best wel spannend, vind ik. Aangezien we gewoon op 45, 76 zitten. Dat is zeker niet laag. Dat is gewoon echt heel dicht bij mijn cups dus. En we gaan met dit deck. En ik heb nog nooit met dit deck online gespeeld. Dus het gaat wel lachen worden. Maar ik zat een beetje te kijken naar zijn levels. En ik denk dat dit het beste is voor mij om mee te gaan spelen. Ik wil het liefst Mortier. Maar die heeft hij level 11. En dat lijkt me geen goed plan. Wij gaan gewoon beginnen. Concentratie, boys. Concentratie. Oké, we komen tegen Acidion. Dat gaan we winnen. Dit gaan we winnen, boys. We gaan dit winnen. Even concentratietje. Even een lekkere concentratie neerzetten. Hij zit ook heel dicht bij zijn PR. Dus het zou wel vet zijn als ik nu een PR voor hem kan halen. Dat zou helemaal ziek zijn. Domme Tombstone. Ik had moeten wachten. Ja, niet zo slim. Ik denk dat we gewoon gelijk lavahoutje in de back doen. Ik ga hem gewoon doen. Ik ga hem gewoon gooien. We gaan even kijken. Wat gaat hij doen om mij nu te pakken? Gaat hij vol aan de andere kant? Nee, dat doet hij niet. Oké, dat is heel fijn dat hij dat niet doet. Ik heb die lightning spell natuurlijk altijd ready nog. Ik ga nu nog niet mijn minions droppen. Puur omdat die dan gerekt worden. Oké, ik doe even wel minions hier nu op die
Barbaren. Ik kan dit lightningen. Oh, nee. Ja, dat laat ik gaan. Ik kan dit lightningen. Ik ga dit lightningen. Zijn we in ieder geval af van die furnace en van die prinses. Wel moeten we nu heel erg oppassen op die giant. Oh, nee, ga alsjeblieft niet zappen. Oh, wat hebben we daar geluk dat hij dat niet zappt. Oh, wat hebben we daar geluk. Oké. Ja, nu hopelijk kunnen we hier wat damage mee doen. Alhoewel natuurlijk wel die furnace daarnaast zit. Ik denk dat dit wel heel erg meevalt hoeveel damage het doet. We doen redelijk overdoen. Heel veel damage. We doen heel veel damage, jongens. Het gaat lekker. Oh, we pakken die toren bijna met gewoon alleen een lava uit. Wat is dat toch een heerlijke kaart. Oké, mooi. We staan nu dik voor. Dat is fijn. Hij had volgens mij net een nieuwe furnace neergezet. Dus we hoeven nu niet in principe te komen met die tombstone. Ik doe pas de ballon achter de lava uit. Als we echt veel meer elixir hebben dan mijn tegenstander. Of als we in dubbel elixir zitten. Ik ga nu gewoon weer komen met die lava uit. Gooi ik gewoon lekker achter die knight. En dan gaan we wel kijken of we hier doorheen kunnen komen. Ik ga nu voor de rest even die lava uit niet meer supporten. Ik ga eventjes rustig een tombstone achterin zetten. Want ik ben een beetje bang voor die giant die op ons afkomt. Daar moet je natuurlijk niet... Ja, dan moeten we niet te veel damage tegen ons krijgen. Heeft hij wel heel veel voor air? Rip, mijn vriend. Rip. Doei, drie musketeers. Deze is GG. We zijn over. We hebben hem volle gecounterd. Puur ook in de kaarten. Ik ga dit nog even arrowen. Dan zijn we in ieder geval af van die prinses. Nee, dit is echt heel erg GG. Hij heeft veel te weinig voor air. En wij hebben ook nog eens een lightning spel voor zijn drie musketeers. Het is over, boys. We hebben de eerste gewonnen. Dat is fijn. En dan kunnen we... Hoeveel zat hij? Hij zat 76. We hebben nu al bijna een nieuw pair voor hem. Moet hij nou nog één potje winnen en dan hebben we gewoon een nieuw pair. Ik ga even lava uit in de back doen. We hebben de ballon nog niet gebruikt. Maar die duw ik pas in double X. En ik ga nu niet te veel risico nemen met pushes. Puur omdat... Ja, we toch al zo erg voorstaan. Ik wil niet deze voorsprong weggeven. Ik ga even dit doen. En dit. Zo. En dan, ja, ik ga geen risico nemen. Dan neem ik alsnog risico. Dus, dat is ook niet zo slim. Ik ga eventjes arrows hierop gooien. Knight hierop. Ik ga eventjes die ballon laten gaan. Ik ga dit allemaal een beetje zijn werk laten doen. Zijn gangetje laten gaan. Ik ga gewoon even die barbs eventjes killen. En ik ga dit lightning. En dan pakken we gewoon die toren, denk ik nu. We pakken gewoon die twee crown. Heel rustig pakken we die 2-0. Dan moeten we hier een beetje voor oppassen. Heel misschien gaat hij nog een toren pakken. Nee, 7 seconden. Dan gaat hij meer werken. Wat een lekker beginnetje, boys. Heerlijk begin. Ik denk dat we gewoon een PR voor hem kunnen halen. Als we deze weer winnen. Het gaat lekker. Ik had het niet verwacht. Ik heb nog nooit met dit deck gespeeld. Maar level 3 lava hout is natuurlijk wel erg hoog. Hij moet ook met dit deck gaan spelen. Het lijkt me een heel goed deck. Ja, we zitten nu 4 cups onder zijn PR. Oké. Challenger 3. Nice. We zitten nu 4 cups onder zijn PR. Kom op, boys. Kom op. We gaan een live PR'tje halen. Concentratie. We gaan hem muten de tegenstander. We gaan volle concentratie. Oké. Even kijken. We gaan beginnen met de knight. Knight in the back. Prinses, gaan we dat gelijk arrowen? Of zal die Z-bait spelen? Ik durf te arrowen. Ik ga het gewoon arrowen. Oké, heeft hem... we hebben nu even geen... ik ga gewoon even Skarmie hier op doen. We hebben nu geen tombstone klaar. Hij heeft wel die minions, dus daar wil ik liever arrows voor bewaren. Hier wil ik zeker even een tombstone neerknallen. En ik moet ook even minions hier doen. Hij heeft net zijn arrows gebruikt, dus hij kan die arrows niet gebruiken op mijn minions nu. En hebben we dit prima gestopt. Maar we hebben nog geen damage gedaan natuurlijk, maar dat gaat zo nog komen. Hij heeft weer die prinses. Ik zit een beetje te twijfelen. Willen we die prinses arrowen of niet? Ja, nu kan het natuurlijk niet, maar willen we dat de volgende keer gaan doen? Ik weet nog niet of hij barrel heeft. Ik ga gewoon even wachten en doe ik even hier de knight. Zo net op tijd, top. En dan gaat die knight straks die prinses killen. Je kunnen nu komen met lava hound. Ik wil echt eventjes helemaal wachten tot 10 elixir. Geen risico nemen. Oké, we komen nu met lava hound. We gaan het toch doen. Oh, dat is fijn dat hij de barbs in dezelfde lane doet als onze lava hound. Dus kunnen we nou, zeg maar, de barbs gaan verdedigen. En daarna met onze verdediging een aanval maken. Ik ga eventjes de Skarmie gewoon rechtop doen. Zo. Slim dat hij nu met giant komt. Heel slim. Heel slim dat hij nu... Oh, nee. Hij heeft arrows. Hij heeft arrows. Ja, oké. Wat is nu het slimst? Knight dan maar. Hij pakt onze toren, denk ik. Ik kan niks tegen die ballon. Ik heb arrows hier klaar, want ik denk dat hij zo met minions gaat komen. Waar zijn zijn minions? Ik gok echt dat hij ik durf hem eigenlijk al bijna te gooien. Want ik wist zeker dat hij met meer zou komen. Een slecht begin eigenlijk. Wat een slecht begin. We staan achter. Eventjes denken. Hoe ga ik dit doen? Ballonreus. Ja. Ik ga die prinses wil ik eigenlijk even... Dit is een vervelende prinses. Ik ga dit even loggen hier.
Dit ga ik lightningen. Dit ga ik lightningen. Hoppatee. Dit gaan we lightningen. Weg met die ballon. Weg met die ballon. Nou, hij gooide die arrows mis. Dus die ballon gaat één hitje doen, denk ik. Ja, één hit. Dan moeten we die... Moeten die giant aanpakken. En ik denk dat we dit verloren hebben. Aangezien we gewoon heel weinig nu kunnen doen om die push van hem steeds te stoppen. Dit dan maar. Arrows wil ik nog even mee wachten. Wanneer kunnen die komen? Ik denk dat die nu komt. Ja, hoppatee. Arrows. Zo, pakken we die toren. Ja, we pakken die toren. Moeten we wel lightningen. Kost ons ook wel weer een lightning. Ik denk dat we dit verloren hebben. Ik denk helaas dat we dit verloren hebben. Maar we geven niet op. We geven natuurlijk niet op. Minions hier. Ik ga nog eventjes die ballon een beetje lokken hier naartoe. Doen we nu even met Skarmie. Wacht. Misschien kunnen we deze push stoppen. Dat zou heel fijn zijn. Ja, we kunnen deze push stoppen. Dat is heel fijn dat we in ieder geval deze push hebben kunnen stoppen. Ik snap niet trouwens waarom hij niet voor de 3-crown gaat. Ik ga eventjes de lava uit hier in de hoek doen. Moeten we nu oppassen voor zijn counterpush die 100 miljard procent zeker komt. Als hij nu ballon is, is GG. Het is GG, het is GG. Nee, het is GG. Ah, kom op, jammer dit. Nee, dat kunnen we nooit stoppen. Ah, balen. We gaan het nog een keer proberen. Ik wil die PR nu wel halen. Verdomme, deze hadden we kunnen winnen. En dan zit ik altijd al gelijk te twijfelen aan het deck. Maar dat ga ik niet doen. Ik ga gewoon gelijk door. Jammer. Oké, nog een potje dan maar. Tegen Full Clash. Level 12. Oké, ik begin een beetje te wennen aan dit deck nu. We gaan Tombstone in het midden doen. We beginnen lekker met de Tombstone. We hebben die ballon wel weinig gebruikt, bedenk me nu. Misschien is het misschien beter om gewoon een miner in plaats van die ballon te doen. Maar nu, we hadden het vorige potje, hadden we ook gewoon weinig keus. We hadden gewoon niet kunnen komen met die ballon, want we heten het moesten verdedigen. Ja, die Meers vind ik nog niet zo fijn. Ik kan dit wel even lekker arrowen. Oh, dat laat maar. Dat is wel prima dat ik die Meers deed. Doe ik even de Giant hiervoor. Of de Giant. De Knight hiervoor. Dan moeten we even heel snel die Iwis uitschakelen voordat hij die Meers pakt. Top. En dan laten we dit gewoon gaan. Oké, hij heeft dus Minions voor onze lavahout. Iwis voor onze lavahout. Ik kan dit lightningen. Wil ik dit lightningen? Ik ga dit lightningen. Hoppatee. Hop. Dure lightning wel natuurlijk. Maar we pakken er ook wel heel wat dingen mee. Doet hij dit? Nu doen we het lekker gewoon rustig de Tombstone. Ik denk dat we nu al best wel in het voordeel zijn met ons dekje. We hebben een defense voor zijn hoekwaarder. Dit laat ik gaan. Je mag met de lavahout wat damage nemen. Maar je moet gewoon elixir sparen en één dikke push maken. Dat heb ik geleerd van het spelen van de lavahout. Want ik doe het soms wel in Grand Challenges. Maar we gaan dus... Hij heeft dus de... Ice Wizard, hij heeft de Mega Minion en hij heeft de Minions. Die kunnen we allemaal heel makkelijk pakken met of arrows of... Kijk, dit bedoel ik nu. Ik ga dit nu niet arrowen. Ik ga dit zo verdedigen. Oh, ik had dit moeten arrowen. Floris, je had dit moeten arrowen. God, monde, je had dit heel erg moeten arrowen. Oh mijn god, wat ben je slecht. Oké, wacht. Nou, rustig even de ballon in de night. Ballon in de night. Oh mijn god. God. Nee, oké, dit laten we gaan. We laten dit heel erg gaan. Dit is heel slecht gespeeld. Ik had het gewoon heel rustig moeten arrowen. Zo. Hij heeft Zep. Ja, hij heeft Zep. Hij mist wel volledig die Zep. Oké, wacht. We gaan nu een dubbel elixir. Gaan we eroverheen, hoor. Rustig, boys. Ik ben even volle concentratie nu, want ik wil dit niet verliezen. Lava nu in de back. We gaan er nu voor. Wat ga jij nu doen om ons te counteren? Ga je dit allemaal laten gaan? Want die Iwis gaat nu namelijk dood. Oké, prima dat je die Minions doet. Doe ik dit namelijk. En doe ik dit. En dan ga ik het nu wel arrowen. En die arrows zijn zo mooi, want ik mis twee Minions. Rip. Wel kunnen we nu een hele dikke counterpush maken. We hebben nog de Knight over. Dit kan wel wat goeds worden. Kom alsjeblieft met je Iwis. Ja, oké. Dit even met je Ice Wizard. Dit is een mooie lightning. Doei toren. Die toren is denk ik nu weg. Aangezien we moeten wel heel erg oppassen. Is die wel weg? Vraag ik me nu af. Hij is misschien helemaal niet weg. Oh, nee. Arrows. Verloren. We gaan nog een potje. Verdomme, we stonden op 4600. We stonden erop. Ik ga gewoon nog een potje. Dit wordt een lange video. Ik ga gewoon proberen die PR te halen. Ja, verdomme. We hadden dit moeten winnen. Oké, nog een potje dan maar. Nog eentje. Oh, de camera focust niet. Oké, nog een potje. Is het nu wel even laag, zeg. Shit. Oké, nou nog een potje dan. We komen nu tegen deze level 12. We gaan hem gelijk muten. En we gaan in de concentratie. Wat gaat steeds fout? Hier was een hele duidelijke fout op het begin. Anders hadden we hem zo hard kunnen rekken. Tombstone in de back. We gaan nu even heel rustig. We gaan goed verdedigen. Oké, lavahound tegen lavahound.
Ja, dan doen wij ook gewoon lavaarm. Dan gaan we er ook gewoon een lavaarm tegenaan knallen. Aangezien wij zelf ook heel weinig defense hebben tegen een lavaarm. Ja, oké. Okay. Weet je wat? We gaan mirroren. Ik ga gewoon precies hetzelfde doen. Ik ga gewoon precies hetzelfde doen als hij. Ik hoop dat ik die ballon even kan uitschakelen. Kan ik dat? Ja, want hij doet nu die defense. Heeft hij waarschijnlijk niet genoeg voor arrows. Kom, pak die ballon, pak die ballon, pak die ballon. Als ik dit een arrow, is die ballon dan dood? Ja, die ballon is dan dood. Dat is heel fijn. We kunnen denk ik, wij pakken denk ik meer damage dan hij. Want bij ons gaat de ballon een hit doen en bij hem niet. Ja, maar we pakken allebei elkaar storen. We pakken allebei elkaar storen. Ik moet nog een beetje, ik kan nog even, ja, die Scar mee. We pakken elkaar storen, dat is op zich prima. En wij doen nog een hit op de main toren. Dit kan een leuk potje worden. Aangezien we gewoon allebei best weinig tegen R hebben. Hij heeft een miner. Dat kan nog wel vervelend gaan worden. Ik ben benieuwd wie nu meer elixir heeft, hij of ik. Ik vraag me echt af. Ja, wij hebben best wel veel elixir. We kunnen gewoon wachten op. Oké, okay, hij heeft 2 elixir meer waarschijnlijk. Als hij om 6. Als hij om 10 elixir zijn lavahound gedropt heeft. Doen wij ook gewoon een lavahound. Oei, 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 oei. Dit wordt zo spannend. Even kijken. Wat is nu slim? Ja, natuurlijk die tombstone. De tombstone even hier droppen. Niet te veel naar het midden, zodat hij niet gelijk iets kan doen. Ik kan nu lavahound. Ja, hij heeft gewoon arrows. Ik ga ook gewoon ballon komen. We gaan gewoon. Dit wordt echt gewoon. Puur tegen puur. Ik ben nu niet aan het verdedigen, want hij ook niet. We zijn nu allebei vol in de aanval. Is die Mega Minion op de ballon? Nee, gelukkig niet. Ik ga nog eventjes dit wachten. Hij gaat dit waarschijnlijk arrowen. Ja, oké. Dit valt mee. Dit valt mee. We hebben nu een dik voor. Oh nee, hij heeft natuurlijk ook al een hit gedaan met zijn ballon. Oeh, dit wordt zo close, hè. Ik ga eventjes wachten op het goede moment op dit arrowen. Zo, en heeft hij onze toren niet en wij die van hem wel. Oké, maar dit is wel. Wij hebben wat meer damage gehaald op de main toren. Die wordt natuurlijk sowieso. Wordt dit een 2-2? Dit wordt sowieso 2-2. En dan gaan we gewoon strijden voor de main toren. Dat gaat sowieso gebeuren. Hij begint nu al. Ik ga de tombstone heel hoog doen. Dat kan ik nu ook wel agressief gaan doen. Ga ik niet doen. Ik ga de lava rustig in het hoekje doen. Wij gaan niet agressief doen. Wij laten hem maar komen. Ik kan dit lightningen. Weet je wat? Dan ga ik sowieso lightningen. Oh nee, pak alsjeblieft die Mega Minion. Nee, we pakken de Mega Minion niet mee. Dat is wel heel jammer. Maar die ballon gaat erin niet doen. Dat is heel, heel gelukkig dat die ballon geen hit gaat doen. Dat is heel fijn. Dan ga je dit waarschijnlijk even. Leidingen, oké, dan gaat hij dat arrowen. Ik snap niet. Oh ja, natuurlijk wilde hij dat arrowen. Want anders pakt hij onze toren er niet mee. Weet je wat? We gaan nu komen met de ballon helemaal het hoekje. Helemaal achterin de ballon. We bouwen dit op. We doen de lavahound bij deze knight. Zo. En dan heb ik bijna een. Ja, ik weet het allemaal niet. Ik vind het heel lastig. Want we verdedigen allebei nu niet. Dit lightning ik. Zo. Boom, boom, boom. Doe ik tombstone hier naartoe om dit even helemaal weg te loggen. Lokken, dan wacht ik eventjes. Oh, mijn knight is. Mijn knight. Mijn ding is op de toren. Wacht ik eventjes hiermee. Oh, die arrows. Oh, die arrows. Oh, mijn god, die arrows. Als we dit kunnen stoppen. Oh, nee, 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 nee. We zijn eerder. Ik was helemaal stil. Dit is zo spannend. Weet je wat? Ik ga ermee stoppen, want ik kan er niet meer aan. Met hoeveel cups begonnen we? 76, we hebben daar 79. We hebben in ieder geval niet gezakt. Zo. Dit was close, man. Ik ga daarmee stoppen. Erik, veel succes met je PR halen. We zaten er net 5 van af. Maar toen verloorden we weer 2 keer. Wow. Oké, lavahout. Je kan het gaan werken. Dit kan zeker gaan werken. We moeten een beetje geluk hebben met je tegenstander. Maar wow, dit potje was heel ziek. Jongens, ik hoop je genoten van de video. Dit voelde een beetje als mijn eigen account. Omdat ik nu echt pure focus was en het ook gewoon heel lastig was om te winnen, jongens. Ik hoop jullie genoten van de video. Dikke chest opening en wat chille potjes. Ik zie jullie in de volgende video en tot dan.